tropenden is een typische dennensoort die voorkomt aan de boomgrens en er staat een prachtig exemplaar hier achter mij. Typisch aan de zirben is ook dat zijn naalden gegroepeerd zitten in kleine groepjes van 5 à 6 dennennaalden. Dat is heel typisch voor die alpenden. De dennenappels die zijn nu al afgevallen, die zijn nu niet terug te vinden aan de bomen deze tijd van het jaar. Maar als die dennenappels afvallen, dan komen die op de grond terecht en de dennenappel zelf die gaat wegrotten. Wat overblijft zijn de zaden en op die manier kan de zirbe zich gaan verspreiden. Maar dankzij de notenkraker kan een zirbe zijn zaden ook veel verder gaan verspreiden. De notenkraker gaat net voor de winter een voedselvoorraad aanleggen. Die gaat dennenappels verzamelen en die overal op verschillende plekken verstoppen. En in de winter, als er heel weinig voedsel te vinden is, dan graaft die notenkraker zijn verstopte dennenappels terug op en kan die zo in de winter toch voldoende voedsel vinden. Maar een notenkraker die vindt natuurlijk niet alle dennenappels terug en op die manier zorgt de notenkraker ervoor dat de zirbe goed verspreid raakt.